maakt wel eens moeilijke en donkere periodes in zijn leven mee. Tijden waarin God heel ver weg voelt en je het idee hebt dat hem alles uit de hand loopt. Op zulke momenten kunnen mensen tegen je zeggen, ja, maar God houdt echt alles in zijn handen. En hij bestuurt alles en hij heeft ook een plan voor jouw leven. En zulke opmerkingen kunnen dan meer kwaad dan goed doen. En toch, deze opmerkingen zijn wel waarheid en realiteit. Dat is ook wat het Bijbelboek Rut ons laat zien. Het verhaal van Rut speelt zich af in een van de meest duistere periodes van de geschiedenis van Israël. Het verhaal begint bij Naomi en die maakt ook een moeilijke tijd in haar leven mee. Ze moet vanwege een hongersnood uit haar thuisland Israël naar het heidense Moab vluchten. Daar verliest ze haar man en haar beide zonen. Haar twee heidense schoondochters zijn kinderloos gebleven, waardoor de familielijn ophoudt met bestaan. Tegenslag na tegenslag heeft ze te verduren. Het lijkt wel alsof God afwezig is en alle dingen uit zijn hand lopen. Maar niets is verder van de waarheid. Naomi keert terug naar Israël samen met haar loyale schoondochter Rut. Om in een onderhoud te voorzien, gaat Rut op de akkers van Boaz werken, een ver familielid van Naomi. Als blijkt dat deze Boaz hun losser is, trouwt hij met Rut. En samen krijgen ze een kind, terwijl Rut dacht dat ze geen kinderen kon krijgen. Dit kind, Obed, is een van de voorvaders van David en daarmee een van de verre voorvaders van Jezus. Hoe is Naomi's situatie veranderd? God heeft haar verdriet in vreugde omgezet. God heeft uiteindelijk alle dingen laten meewerken ten goede. John Piper schrijft in zijn boek Onder Gods Vleugels hoe in donkere tijden het verhaal van Rut een baken van licht kan vormen. Aan de hand van deze geschiedenis beschrijft hij hoe God achter de schermen altijd aanwezig is. Het goede voor ons najaagt, ook als wij dat niet zo ervaren. De geschiedenis van Rut leert ons dat achter onze pijn een liefdevolle, wijze en almachtige God werkzaam is. Die de gewone gebeurtenissen uit ons dagelijkse leven verbindt met zijn ontzagwekkende werk in de geschiedenis. En het leert ons ook dat donkere tijden geen verspeelde tijden zijn. John Piper vat het zelf mooi samen. Het leven van gelovigen is geen rechte weg naar de heerlijkheid, maar ze komen er wel. Het verhaal van Rut is geschreven om ons te bemoedigen en vertrouwen te geven dat alle moeilijk te begrijpen krommingen en bochten in ons leven uiteindelijk tot een goed doel zullen leiden. Er zullen nu eenmaal bittere momenten in ons leven aanbreken. Maar wat een geruststelling is het om te weten dat we een liefdevolle vader hebben die ons niet uit het oog verliest. God gebruikt zelfs tegenslagen tot zijn eer en onze vreugde.